FX2. Mijn naam is Jordi en ik ben fucking boos. Pinball FX, an ever-growing collection of original pinball table simulation built by Zen Studios. The world premier virtual pinball developer, Pinball FX 2 pairs classic pinball gameplay with teams of Star Wars, Marvel and fucking more shit. Yeah. Do it epic Star Wars, single player. Animatie, 3D shit, nana. Waarom reageert het niet fijn? Waarom voelt het niet natuurlijk? What the fuck, game time? Fail me for the last time, Admiral. Jezus, weer een pup-hop. Hoeveel kost die shit? 10 euro? Hoeveel van die pakketten zijn er? 10 DLC's! Van de fucking 70 euro bij elkaar! What the fuck? Dit is hopeloos. Deze game liegt! En ja, we pakken een fucking tweede scherm erbij, want er is nog wel wat om over te liegen. 23 tables to choose on from launch, including tables teams like Star Wars, Marvel and more. Ja, je kan natuurlijk direct kiezen uit 23 tables van Star Wars, Marvel en de rest van die shit. Maar wat ze er niet bij zeggen, is dat er maar een gameplaytijd van 30 seconden op zit. Zijn dus fucking demo's. Keyboard, mouse en controller support. Hoe de fuck moet ik anders spelen? Met mijn fucking hoofd, fucking Wii U, fucking Kinect, fuck jou! Achievements for every table. Fucking hell. The competition gets intense with in-game friends, score and challenges. En op reactie hierop zegt ze ook nog eens een keer dat er een scoreboard extra in zit. The fuck was ik net al mee bezig. Een multiplayer scoring system. Is dat niet gewoon een scoreboard? Ja, hier. Trial versions of all tables. En dan daarvoor is het dat ze vanaf de launch allemaal beschikbaar zijn. Hè? Nou, het beeld is ook 1690 te gebruiken. Nou, dat is toch ook wel weer fijn. En een local hotseat multiplayer. Fuck off, man. Dit is een game en je bent gaan spelen omdat je denkt... Pak je pinball, we kunnen lekker flippen kasten. Oh, goede oude tijd. Nee! Ik word om deze shit echt pissig. Het ziet er dan misschien wel wat leuker uit. En Star Wars zit erin. En het is lekker 3D. Blablabla. Allemaal geluidjes, blues, shit. Fucking hell. Weet je waar ik direct ben gaan spelen na deze shit? Hè? Space Cadet. Ja. Yeah. 3D pinball Space Cadet. Ja. Yeah. Van de Windows fucking XP. Gratis spelletje, direct geïnstalleerd bij aanschaf. Gewoon lekker zo goed als het maar kan spelen. En het voelde goed, het reageerde normaal op elkaar, de geluidjes waren misschien wat ouderwets, maar nostalgisch. Hè, dat is een heel ander woord, maar ja, dat hoort bij elkaar, dat is fijn dat je denkt, oh, dat is oude shit, nee, dat is nostalgisch, dat is leuk. Ik haat deze shit, echt, niet normaal, ik wil gewoon spelen. Ik ben best bereid 10 euro neer te leggen, maar niet voor al die bullshit. Kom dan gewoon eens een keer met een goed werkende tafel om. Douw ik er wel wat geld door. Steam sales, echt waar. Als ze 2 euro zijn, koop ze allemaal. Gezellig. Maar ik ga niet fucking 70 euro neerleggen voor die bullshit. Schaam je, echt waar. Schaam je.